Het K3 plaatje van Hanne, Marten en Julia klopt helemaal. Iedereen is enthousiast over de nieuwe blondine van de groep. Ze is nog maar 19 jaar, maar dat merk je niet, tussen de 27-jarige Hanna en Marten die 26 is. Julia is afkomstig uit Bergen op Zoom. Ze groeide op in de Nederlandse stad en woont er nog steeds. Dag allemaal, ging daar eens een kijkje nemen en praten met de mensen die haar gevormd hebben tot het kadrietje dat ze vandaag is. Haar vroegere leerkracht Rick vertelt dat ze samen in een musical speelde. Ik had een vermoeden dat zij de wedstrijd ging winnen. Julia is enorm gedreven en weet wat ze wil. Ze heeft een klok van een stem en ze is heel open en spontaan. Hij voegt er nog aan toe dat ze het jammer vonden toen Klaasje ermee stopte, maar dat ze ervan overtuigd zijn dat Julia een waardige opvolgster is. Hij zegt ook dat hij er vrij zeker van is dat ze het langer zal volhouden bij K3. Julia's grote start bij K3 beloofde fantastisch te zijn. Normaal gezien zou ze 4 december voor het eerst in het Sportpaleis staan, maar dat werd afgelast door de coronamaatregelen. Een grote teleurstelling, zeker voor Julia zelf.